Ik ben Sumeya en ik ben 20 jaar oud en ik ben heel erg betrokken in de wijk. Ik wil anoniem in beeld omdat ik niet de meerwaarde zie dat ik gezien word. Het gaat om mijn boodschap die ik over wil brengen. Voetbal betekent wel heel veel voor me, speelt wel een grote rol in mijn leven. Dat is ook de reden waarom ik nu nog steeds bezig ben en niet stilzit of niks doe. Als ik begin bij mijn oud basisschool de Appelgeur aan de Berenniestraat, daar ben ik opgegroeid, daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. Heb ik veel vrienden gemaakt, heb ik mijn islamitische identiteit meegenomen die ik nog steeds hanteer. Ja, toen mijn vader is overleden heb ik daarna nog wel 3 jaar getennist. Alleen ja, toen was het voor mij gewoon meer van ja, ik haalde mijn plezier er niet echt meer uit zoals toen. En het werd toen allemaal iets lastiger. Toen kwam ik ook achter dat ik op vrouwen veel toener tijd is. Dus toen heb ik er gewoon zeg maar, een punt achter gezet. Ik heb geleerd om mensen te respecteren van welke afkomst. Wat dan ook. We zijn allemaal hetzelfde. We hebben allemaal vlees en bloed. En we moeten gewoon met elkaar kunnen omgaan. Ik heb goede dingen geleerd, slechte dingen heb ik ook geleerd, maar je moet altijd leren van je fouten. Ja, veel van ons hebben de droom om uiteindelijk profvoetballer te worden. En waar willen ze ze weg? En een droom moet je altijd hebben. Ja, jongens vinden elkaar makkelijk op straat, op de voetbalvelden, noem maar op. Maar de vrouwen die vinden elkaar niet zo snel. Misschien bij boodschappen doen, hey, hoe gaat het? Maar voor de rest komen ze elkaar niet tegen, want iedereen is druk bezig met school en dat soort dingen. Jonge Kuikkoord heb ik veel tijd doorgebracht. Maar het was niet alleen voetballen, het was ook gewoon een soort van buurthuis, maar dan buiten. Meestal gaan we gewoon voetballen buiten in de regen. En als we daarna klaar zijn, denken we dat een buurthuis wel lekker meegenomen zal zijn. En zo voorkom je ook hangjongeren in de avond. In die tijd ook heel veel getennist, dus echte jeugd had ik niet. Ik was niet veel in de buurt, maar als ik in de buurt was, deed ik gewoon voetballen bij het pleintje bij ons achter. Mannen van de moskee die er altijd waren, weet je wel. Vrienden in Noord, toenertijd had ik ook niet echt. Twee buurmeisjes van mij waar ik wel eens mee buiten speelde, maar voor de rest was het voor mij wel echt rustig. Tweede belangrijke plek voor mij, zeer belangrijke plek, is de schuur van Madesi. Daar zijn wij gewoon van jongens naar mannen geworden. Daar hebben we echt verbroedering, familievibes. We zijn daar gewoon met elkaar opgegroeid. De dames in Tilburg-Noord die lopen elkaar voorbij en kennen elkaar niet. En de scene is er om de vrouwen te verbinden. Maakt niet uit waar je vandaan komt of wie je bent. Iedereen heeft eigenlijk zijn eigen kring. Maar zodra er iets is, bijvoorbeeld dan... Dan komt iedereen wel samen. Dat wel, want moet ik een voorbeeld geven. Toen met die motorongeluk. Uiteindelijk is heel de buurt daar gegaan. Om gewoon de steun te beduigen. Gewoon de laatste ere, weet je. En dan zie je Noord komt samen. Snap je? Ook al ken je niet iedereen, maar je kent er elkaar van zien en zo. Ja, dat is wel mooi aan Noord eigenlijk. Wat mij het meest is bijgebleven is de saamhorigheid met elkaar. Maakt niet uit van welke afkomst je bent, wat voor cultuur je allemaal hanteert. We waren allemaal één, we waren allemaal aan het spelen, allemaal aan het voetballen. En dat maakt het zo leuk. Iedereen had zijn eigen dingetje die jij of zij meenam. De een helpt met school, de ene is slim met voetballen bijvoorbeeld. Zulke dingetjes, iedereen helpt elkaar gewoon met elkaar alles. Nou, ik ben in ieder geval in het rustige stukje geboren van Noord, dus dat is heel fijn. Ik heb niet echt veel last gehad van wat er allemaal normaal in Noord speelt, weet je wel. Jongeren op straat, dingen gestolen, ingebroken, ruzies. Ja, natuurlijk zijn er mensen die wat vinden van Noord. Maar het is niet alsof elke buurt ideaal is of zo, of dat er niks speelt. Ik voel mij gehoord als mens. Maar dat is omdat ik veel betrokken ben bij verschillende instanties en veel vrijwilligerswerk doe. Maar de dames die niet op de voorgrond willen, die voelen zich niet gehoord. Ik zou betrokken willen blijven bij Noord door mijn kennis en expertise te delen met de toekomstige generaties. Dat is ook een van de dingen die ik ook graag doe. Het doseren, het doorgeven, wat ik heb meegemaakt, wat ik heb geleerd. En dat niet alles zeg maar, vanzelfsprekend is. Dat je de kaart voor moet werken.
Niks komt daar aangewaaid. Het is gewoon keihard werken in het leven. En dat is iets wat ik ook wil meegeven aan de toekomstige generaties.